donker altijd. Een beetje zo zitten we in het lul. Maar het is één streepje. Woe! Dat is een kutnummer, joh. En een andere. We gaan weer lekker, mensen. We gaan natuurlijk even sporten. En daarna, wat gaan we daarna doen? Spijkbroek hangen boven de paardenmest, dames en heren. Deze is super vaak aangevraagd. Ja. Jullie wouden het weer zien. Dus ja, jullie wens is ons bevel natuurlijk. Dus wij gaan eerst even lekker sporten. Ja. Zijn de armen straks extra slap? Ja, als ze hangen gaan we twee uur later. Dan kunnen we twee uur hangen of zo. Of drie. dat gaat veel te lang natuurlijk. Ja. Ja, weet je, ze willen gewoon hangen hè, met grote armen. Want anders ziet het gewoon niet uit. Kijk, voor jullie is het natuurlijk zo leuk mogelijk om te zien. Wie valt er het vaakst in de poep? Of in ieder geval het snelst. En wie is er het sterkst? Dus Aart, ik zou zeggen... Let's go biceps! Gaan die arms in mijn oor, jongen. Hey, oh. Ah! Aart, wat hoor je? Leuk, man. Stink, jongen, hier, hè? Wie wil het nou zien, mensen? Wie is er nou voor gekozen? Hoe gaat het, jongens? De stront wordt even goed gelegd. Zullen jullie kunnen zien? Het stinkt vreselijk hier. Even. Maar ja. Maar het gaat sowieso beter als deze keer. Of niet? Ja, of als deze. Nou, jongens. Wie had er een hoop stront besteld? Om lekker in te zwemmen. Let's go. Kijk, dat zijn dan vragen waarom met onderbroekje? Nee, ik blijf aan het wassen. Vooral schijt in mijn kleren, dat is niet echt chill, denk ik eigenlijk. Dus dan, nee. Gadverdamme, man. Ben je er klaar voor? Laat ik het zo zeggen, het is beter als boven hete kolen. Dus, ja. Dat hoop ik wel, je weet het niet, hè? Je weet, het moet nog gebeuren. Alleen hoe lang ga je dat nog ruiken op je lichaam? Maar wel leuk dat je zelf onderbroek met mij aan hebt trouwens. Nou ja, zeg. Ja, broers, hè, dus dat mag dat. Ja. Maar nee, ja. Ik zou zeggen, een steentje schaar. Ik wil er vanaf. Wat leuk om te doen, toch? Steentje schaar, ook niet eens, we moeten toch gelijk. Oké, let's go. Joppie, start de tractor! Oké, mensen, rest is simpel. Je mag de spijkbroek niet om je arm of hand heen wikkelen. Je moet hem echt gewoon zo vasthouden. Weer een overwinning voor John. Maar je hebt je arm niet hard genoeg getraind, denk ik vandaag. Ja, ik heb wel gewonnen, ja, perfect. Nou. Maar ik zeg eerlijk, ik had hem om mijn handen heen. En op een gegeven moment dan knelt het helemaal af. Oh, helemaal je handen heen geknald. Ja. Mama, die zat veel in de macht niet, hè? Oh, dan moet opnieuw. Opnieuw. Nog één keer dan. Eén keer. En dan weer ronde 2! Oh, ik kan wel niet meer. Nee! Woe! Gosh! Wat gebeurde
zicht stuk bij de buurman. Sorry! Sorry. Oké. Okay. Dat is lekker aan het zon, hè? Ik denk dat dit wel de laatste keer spijkerbroek hangen was. Mocht er nog een tof idee komen, dan gaan we natuurlijk gewoon een keer doen. Ja, wat kun je echt doen? Ja, ik weet niet echt veel ideeën meer ermee. Nee, ik ook niet. Maar dit was wel de vieste in ieder geval. Ja, man. Trouwens, jij hebt nog best wel schoon, man. Ja, dat zou ik ook zeggen. Oké, dames en heren, uit Spanje is weggegaan. Ik zou zeggen, doe natuurlijk een duimpje omhoog als je het leuk vindt dat je de stront, dat we genoeg onder de stront zitten. Volg ze natuurlijk even op social media, mensen. En dan zo. Nu is het echt afgelopen gedouchen, want stront, niet echt chill, stront op je lichaam. Echt, hè? Zou het goed voor je huid zijn? Weet niet.